De taalles van vandaag gaat over voorzetsels. Nou heb ik de mat en ik heb een lieftallige assistente gevonden. Missy, stel je even voor. Missy. Hallo. Hallo. Missy. Kijk eens hier. Hier. Missy hier. Gaat op de mat. Op de mat. Ja, braaf. Goed zo. Kijk, Missy zit nu op de mat. Daarnet zat ze naast de mat. Ja? Als ik nog een mat de pak. Ja. En ik doe deze zo erop. Dan zit ze tussen de matten. Ja? Oké. Als ik haar er nu omdraai, dan zit ze dus onder de mat. Nou, alles wat dus een plek aangeeft waar ze is, of nou onder, tussen, op, naast, langs, dat zijn allemaal voorzetsels. Nou kan het ook nog zo'n voorzetsel zijn. Dan kan het ook een voorzetsel zijn als het te maken heeft met een bepaalde tijdsaanduiding. En dan is het niet om te zeggen van, oh ja, het is drie uur. Nee, je kan zeggen, nou, ik ben om 3 uur bij jou. En het woordje om geeft aan de tijd. Na de middag. Dus na is een voorzetsel. Ja? Dus dat soort voorzetsels, die gaan we nu oefenen. Laten we even samen kijken naar de oefening. Nou, daar zijn we dan. We gaan leren wat voorzetsels op. We zien al een voorbeeldje hier. In dit geval een vogel met een kooi. Die staat op de kooi, die zit naast de kooi en er zit er eentje in de kooi. En al deze woordjes zijn dus voorzetsel. Het geeft de plek aan waar de vogel zich bevindt. Net als dat mijn hond dat net ook deed. Nou, wat weten we van een voorzetsel? Een voorzetsel staat voor een woord of een woordgroep, meerdere woorden bij elkaar. Bijvoorbeeld voor een zelfstandig naamwoord. Hé, hey, wat waren zelfstandig naamwoorden ook alweer? Dat zijn mensen, dieren of dingen. Weten we het nog? Zoals bijvoorbeeld de les. Na de les gaan we lekker buiten spelen. Met mijn opa kan ik heel goed praten. Voor het raam zitten de poes, de hond en de kat samen te spelen. Naast het kastje ligt de voetbal. Door de sloot kom ik aan de overkant. Op het dak zitten 5 duiven. Nou zijn al deze woorden na, met, voor, naast, door, op, geeft een plek aan waar iemand of iets zich bevindt. Dus dat zijn dus voorzetsels. Het geeft aan, nou ja, dat het na de les is, na een bepaalde tijd, of op het dak dat het ergens zich bevindt. Oké. Dus, om nog eventjes aan te geven, een voorzetsel geeft vaak een plaats aan. Bijvoorbeeld, zit op het hek, dan is het woordje op, geeft eraan onder. Dus niet eronder, want dan, hè, dus het woordje op geeft het aan dat het er bovenop zit. Ik kan ook zeggen, onder het hek, dan weet je, hé, hij zit er onder. Dus het onder geeft de plek aan. Dat is dus het voorzetsel. Het kan ook een tijd aangeven. Bijvoorbeeld, voor school ontbijt ik. Dan is het niet voordat je voor de school staat voor de deur, maar dat je voordat je naar school gaat. Dus voor een bepaalde tijd dat je dus daar naartoe gaat. Een voor is dus het voorzetsel. Ik ga na het sporten douchen. Na is dus een tijdsaanduiding, want dat geeft aan dat je dus nadat je gesport hebt, dat je nog even lekker gaat douchen. Ja? Kort samengevat. Een voorzetsel staat voor een woord of een woordgroep. Hè, dus 2 of meer woorden bij elkaar. Bijvoorbeeld voor een zelfstandig naamwoord met een lidwoord. Een voorzetsel geeft vaak een plaats aan. En een voorzetsel kan ook een tijd aangeven. Kijk maar even naar het eerste voorbeeld. De hond ligt in zijn mand. Nou,
Nu gaat het erom, we hebben geleerd, een voorzetsel geeft dus een bepaalde tijd of een bepaalde plek aan. Nou, in dit geval geeft het aan waar de hond is. Waar is die? In zijn mand. Wat is dan het voorzetsel? Het woordje in. Want anders had hij bijvoorbeeld naast zijn mand of onder zijn mand of achter zijn mand of voor zijn mand. Nee, hij zit in zijn mand. Nou, dus het voorzetsel, dat geeft aan de precieze plek waar hij in zijn mand is. Volgende, de piloot zit op een zachte stoel. Nou, de piloot die zit op een stoel, maar waar die precies zit, hij zit op de stoel, niet eronder of ernaast of wat dan ook. Hij zit op, dus het woordje op, dat is het voorzetsel. Zo ga je eigenlijk al deze vragen ga je zelf doen. Ja. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is. Als je vragen hebt, kan je in de snippet even in de chat kan je het mij vragen. Ja, help ik je graag. Oké, heel veel succes.